Ja, nou, afgelopen 7 dagen is er ook weer behoorlijk wat gebeurd in Oegstgeest. In Oegstgeest is het nooit saai, weet u intussen. En er werd, maar, ja, ik werd de afgelopen tijd wel behoorlijk vaak benaderd van wat is er nu weer gebeurd afgelopen donderdag. Om jullie daar een beetje in mee te nemen, zover ik alles in beeld heb, en dat heb ik niet, en zover ik ook alles mag zeggen. En voor degenen die de sociale media iets minder recent hebben gevolgd, afgelopen donderdag hadden wij commissievergadering. De eerste minuut van die vergadering vroeg wethouder Sahin het woord. Zij las een verklaring voor, waarbij zij haar vertrek per direct aankondigde. Zij vertrok ook meteen uit het gemeentehuis en liet ons eigenlijk in verbijstering achter, kan ik u eerlijk zeggen. Want wij wisten niet dat dit in de planning stond of te verwachten was. En niet alleen wij als VVD, maar ook niet de coalitiepartij CDA, ook niet PRO. Eigenlijk de hele raad niet en ook niet het college. Dus de verrassing was heel groot toen, 8:10. En toen zijn de vergaderingen ook geschorst. En in de gang ja, hebben we elkaar aangesproken van wist jij iets, wist jij iets? Nee, dat wisten we allemaal niet. Rond 9:00 heeft de burgemeester toen alle fractievoorzitters boven geroepen om over de nieuwe situatie te spreken. En die heeft ook een aantal procedurele zaken voorgelegd hoe hiermee om te gaan. En er werd ook met name gekeken naar de coalitiepartijen VVD, CDA, PRO van ja, hoe willen jullie nu verder gaan met de nieuwe situatie? Na die vergadering heb ik meteen met Eybert-Jan van Blitterswijk, mijn CDA-collega, en pro Melanie van Driel, hebben wij een ander zaaltje opgezocht en we hebben elkaar ook aangekeken van ja, hoe gaan we verder? Kijk, allereerst is dit een groot drama geweest voor de persoon Sahin. Je wordt geen wethouder om na 6 maanden de handdoek in de ring te gooien. Dus dat is allereerst een persoonlijk drama voor haar. Het is ook niet fijn voor de fractie van PRO. Het zal je maar overkomen dat je wethouder heel plotseling vertrekt en iedereen met heel veel vragen achterlaat. Dus ook dat is geen fijne situatie. Nou, dat realiseerden we ook. En ja, je gaat de coalitie aan voor een 4-jaar termijn. Dus we hebben elkaar ook aangekeken van hoe kunnen we elkaar helpen en hoe gaan we verder. Allereerst de vertrouwenskwestie. Willen we nog met z'n drieën verder? Hebben we het meteen als eerste aan orde gesteld. En nou, dat was volmondig ja. De sfeer is gewoon goed tussen de drie fracties en tussen Melanie, Eybert-Jan en mijzelf. Dus waar haar ook ziet van ja, dit overkomt ons. Dit doet niets af aan het coalitieakkoord wat we hebben gesmeed. By the way, we hebben ook 2-3 maanden bijna iedere avond in het gemeentehuis onderhandeld naast je werk. Dus ja, dat wil je ook niet zomaar even weggooien. Dus we hadden zoiets van, hier moeten we wel mee doorgaan. We hebben volgens meteen wel gekeken, ja, er zijn natuurlijk beneden heel veel mensen die vragen hebben en ook in het dorp. Waarvan wij ook niet alle antwoorden wisten, wij hadden ook net zoveel vragen. We hebben wel gezegd, we hebben het vertrouwen in elkaar, de samenwerking is goed, we gaan door. En er moet op zoek worden gegaan naar een nieuwe wethouder door PRO. En het liefst zo spoedig mogelijk om Oegstgeest weer met een volbezet team aan de bak te laten gaan. Nou, dat hebben we volgens beneden meegegeven aan de sociale media. En zo zijn we ook verder gegaan. De vergadering ging die avond niet door. En daarvan is gezegd dat gaan we maandag vervolgen. Eerst de boel even tot rust brengen en alles op rijtje zetten. Nou, gisteravond was het vervolg van die vergadering. En u zult begrijpen, het onderwerp waarom wethouder Sahin als reden aangaf om te willen vertrekken was de discussie, gaan we in Oegstgeest de komende jaren sociale huurwoningen niet 15% maar 25% bouwen? En wij als VVD, dat zal geen verrassing zijn, maar ook het CDA, ja, wij zien dat toch iets anders. Wij zien ook dat andere groepen, met name modaal en iets meer, dus dan verdien je iets van 36.000 en iets meer, ja, jonge gezinnen, ook onderwijzers en leraren en politieagenten, ja, met dat salaris kom je in Oegstgeest bijna niet aan de bak. De huur tussen 700 en 900 euro, probeer maar iets te vinden in Oegstgeest. Ben je een jong gezin die bij je ouders in Oegstgeest wil blijven wonen en je zit net samen boven dat salaris, kom je eigenlijk niet aan de beurt. Ja, er is een enorme wachtlijst. Dus dat is ook een doelgroep die we graag wel een plek willen geven in Oegstgeest en ook bijvoorbeeld ouderen.
die hun huis willen achterlaten en richting een appartement, ruim appartement, ook met de mogelijke zorgvraag bestendig willen gaan. Ook daar moet plek voor zijn binnen Oegstgeest. Dus er zijn meer doelgroepen die je aandacht wil geven. En het voorstel uit het college was met name gericht op een sociale huurwoning. Nou, dat vonden we iets te kort door de bocht. We hadden ook nog een onderzoek gepland in de loop van dit jaar om de hele woningmarkt en de behoeften van Oegstgeest in kaart te brengen. En dan is het eigenlijk het goede moment om die woonvisie voor Oegstgeest te maken. Nou, achter de schermen hebben wij die vragen wel meegegeven en die aandachtspunten. Donderdagochtend hebben wij overleg gehad, hij met Jan, ik en Melanie, over dit soort punten van hoe gaan wij dat aanvliegen met het voorstel van het college. Want dat is wel een discussiepunt. Daar hebben we goed over gesproken en we hebben wel gezegd, we erkennen elkaars aandachtspunten. En nou, daar hebben wij niet heel veel verschil van mening in, alleen we leggen wat meer het accent op nou ja, de ene route of de ander. Dus wij hadden het gevoel toen we de telefoons neerlegden, daar komen we uit. Ook omdat de sfeer goed is, ook omdat we eigenlijk hetzelfde wel willen. Dus de verrassing was des te groter toen die donderdagavond om 8 uur deze mededeling kwam voor ons allemaal. Ja, en dan zitten we nog met heel veel vragen waarom. Want u heeft gisteravond kunnen zien uiteindelijk hoe wij met dit onderwerp uit zijn gekomen. De woonvisie, die parkeren we even tot na het onderzoek in de loop van dit jaar. En het grote bouwproject wat nog op de rol staat, Nieuw Rijngeest Zuid, daarvan hebben we gezegd, akkoord, gaan daar met 25% sociale huurwoningen aan de slag. En dat is nog eigenlijk het enige hele grote project wat in Oegstgeest op stapel staat. Dat is de deal die we met z'n drieën hebben gemaakt. Daar gingen we die donderdagochtend, in die richting gingen we ook met elkaar uit elkaar. En dat is hoe het achter de schermen uiteindelijk, en uiteindelijk voor de schermen zo hebben gebracht. Jammer, laat ik dat wel als persoonlijk aandachtspuntje geven, dat wethouder Sahin die discussie niet heeft afgewacht. Je kunt vinden dat je voorstel, als die niet gehaald wordt in de raad, en dat is een risico wat elk college, elke wethouder kan hebben met ieder voorstel, dat je dan een conclusie eraan trekt. Ik had het persoonlijk mooi gevonden als wij nog de discussie hadden aan kunnen gaan en de raad de gelegenheid hadden kunnen geven deze discussie te kunnen hebben. Maar goed, het is gegaan zoals het gegaan is. Iedereen kiest zijn eigen manier. De sfeer is goed binnen de coalitie, ondanks alle strubbelingen. Je komt ook dicht tot elkaar met dit soort zaken. Dus we gaan verder. Pro gaat op zoek naar een goede nieuwe kandidaat wethouder. In de tussentijd, nou, ik heb Matthijs Huis, onze wethouder, al eens een keer horen zeggen, ik verveel me in het weekend. Dat is geregeld nu. Dus Matthijs, dat ga je de komende tijd goed maken, denk ik. En voor de rest, ja, hopen we dat Pro met een hele goede kandidaat weer komt. Dat hij snel komt, dat het team straks weer compleet is en dat Oegstgeest weer het volle bestuur verdient die ze moet hebben. Ja. Zijn er nog vragen?